We zitten in de bus en we gaan rijden richting San Sebastian. Daar gaan we uitstappen om een stukje van de Camino te lopen. We hebben namelijk met de kerk wereldwijd het feest van Sint Jacobus gevierd. Sint Jacobus is de broer van de heilige apostel Johannes. En hij is door Herodes vermoord, hij is onthoofd. En volgelingen van hem zijn met zijn lichaam gevlucht voor de volgelingen. En het verhaal zegt dat ze naar Spanje zijn gegaan. En dat ze hem een plek hebben gezocht waar kunnen we deze man veilig begraven. En dat die plek is, hebben ze een kerkje gebouwd. Maar dat is in de vergetelheid geraakt. Want in Spanje kwamen daarna de Moren. En dat het christendom verdween ook hier. Galicië heet die plek. Maar in de 8e eeuw kwam keizer Karel de Grote. En die heeft een visioen gehad waarin heilige Jacobus naar hem toe kwam. En heeft gezegd, het pad wat ik je nu laat zien met sterren, tot aan wat nu Santiago de Compostela is, dat pad moet je veiligstellen voor christenen. En keizer Karel heeft dat daadwerkelijk gedaan. Dus vanaf de 9e eeuw zijn er documenten bekend dat er christenen het pad lopen. Dominus Tecum. Heerlijk, ja, heel leuk. Wel vermoeiend, want het was op een gegeven moment super warm en klam. En dat waren we gewoon niet gewend. Maar tot nu toe een hele mooie reis met een mooie bedevaartplek. Ik had een liter waterfles mee, ook nog wat uit Lourdes. Dus voldoende, echt voldoende om te drinken. Wij katholieken houden wel van bedevaartsplaatsen. We hebben net afscheid genomen van Lourdes, ook al zo'n belangrijke bedevaartsplaats. Waarom is dat belangrijk? Ja, ik denk omdat we het moment nemen om te bezinnen. En niet alleen vastzitten in de dagelijkse sleur, werken, je kinderen, wat dan ook. Maar dat je nadenkt van, hey, er is meer in deze wereld. Laten we ook even stil bij de geestelijke en bij onze innerlijke wereld.